Golden Globes gehad, binnenkort de Oscars, maar nog belangrijker, vanavond het allereerste sportgala van het NSSR. We organiseren dit als extra mooie verpakking voor de verkiezing. De sporten van het jaarverkiezing, dat wilden wij in een mooie jasje steken door het met een gala te verbinden. Wat vind je van dit eerste gala van het NSSR? Ja, veel leuker. Ik heb een aantal jaar in het sportcafé meegemaakt inderdaad. Dat iedereen in een trainingspak stond en zo en dat het een beetje lafjes was. Maar ik vind het een heel mooi initiatief. Wat gaan jullie dit jaar doen? De batterierrace organiseren. Dat het een heel mooi evenement wordt weer natuurlijk. En gaan jullie het sportgala verslaan? Gaat jullie feest beter worden? Als ik zo om me heen kijk, dan denk ik dat vooral het aantal mensen, dat redelijk overschreden gaat worden in Enschede. En op de gezelligheid heb ik niks aan te merken. Ik denk persoonlijk dat er andere jongens zijn die het beter hebben gedaan afgelopen jaar, die het meer verdienen dan ik. Dus. Met 68% van de stemmen, Cornelis Scheldinga. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Hoe voel je? Zielsgelukkig. Ja, leuk. Ik heb een mooie locatie en in ieder geval iedereen is lekker aan het dansen. Dus ik vind het een leuk feestje. Gaat u nog wel mee feesten? Ja, ik moet morgen vroeg om 8 uur weer werken, dus ik denk dat ik het niet zo heel erg laat maak. Vind je niet een beetje teleurstellend als je als vrijwilliger genomineerd bent en niet als sportster? Nou ja, ik ben altijd geblesseerd. 55% van de stemmen, dus... Eerste sportgala van NSSR. Je bent er duidelijk op gekleed. Wat gaat er vanavond gebeuren, denk je? Nou, ik denk dat er uiteindelijk heel veel gedanst zal gaan worden. Maar eerst is nog even afwachten wie de prijs in de wacht kan slepen. Want het zal erom hangen, denk ik.